Met Drees van 52, 56 en daar heb ik de beste herinneringen aan. Uw politieke tegenstanders? Hij was toen politiek tegenstander. Hij was zelfs tegenstander tegen het departement van maatschappelijk werk. Mm-hmm. Maar achteraf heb ik gehoord, toen er dus over gediscussieerd is in de ministerraad, want het kabinet was toen al gevormd. Ik ben namelijk 3 of 4 of 5 dagen later gekomen in het kabinet. En toen heeft Zuurhoff blijkbaar gezegd, ik heb bezwaar tegen het departement, maar ik zal er geen problemen mee krijgen als Van Tiel daarop komt zitten, want dat was de vriendschap die gegroeid was in Michiels Gestel. En daar ben ik altijd erg dankbaar voor geweest en ook altijd erg goed met Koos Zuurhoff kunnen praten. Altijd. Erg een goede vriendschap. Dat zijn allemaal die dingen die toen gebeurd zijn, maar toen ben ik dus thuisgekomen. Toen heb ik contacten gehad, maar geen verzetswerk gedaan en geen ondergronds werk. Ik ben lid geweest en tijd voorzitter van de Nederlandse Unie, waar later zoveel slechts over verteld is, maar wat volstrekt ten onrechte is naar mijn overtuiging. Want ik heb de Nederlandse Unie ervaren en beleefd als volstrekt anti-Duits. Want het gevolg was dan ook dat wij op de hoek van de straat stonden met het krant van de Nederlandse Unie en op de andere hoek stond de krant van de NSB Volk en Vaderland. En dat gaf dikwijls hele grote moeilijkheden. En dat was helemaal niet pro-Duits, helemaal niet. Na de oorlog was Van Tiel vooral actief in het maatschappelijk leven. Zijn overstap naar de landelijke politiek werd zodoende onvermijdelijk. De KVP had hem in Den Haag nodig. Ik ben in de landelijke politiek terechtgekomen eigenlijk tegen mijn eigen zin. Want ik werd hier door de, wat men dan noemde in onze tijd, de Rooms-Katholieke Staatspartij had daar dus, later de Katholieke Volkspartij, had dus eigen afdelingen en dat waren dus kiesverenigingen. En die stelden dus namen kandidaat. En toen heb ik een vergadering hier meegemaakt, heb ik gezegd nee, ik wens geen kandidaat te zijn, want ik werk in de provincie met heel veel plezier en met heel veel genoegen. En laat mij dat maar rustig doen. Maar toen kreeg ik een telefoontje van een hele goede vriend van mij, die nog steeds in Den Haag hoofdambtenaar is op het departement van Volksgezondheid, geloof ik, Dr. P. van Loon. Die heeft mij toen op de kandidatenlijst geplaatst, 's avonds om 11:15 in een vergadering in 's-Hertogenbosch. En toen is hij mij getelefoneerd van, George, ik heb jou kandidaat gesteld, je kunt er niet meer af, want de lijst is gesloten. Ik kon niks meer doen, niks. Ja, ik kon niks meer doen. Ik had niet kunnen aanvaarden misschien, maar dat is natuurlijk te gek. Als je dan de eerste keer op zo'n lijst staat en je wordt voor de eerste keer gekozen, dan is het natuurlijk te gek om dan te zeggen, ik doe dat niet. Hè. Dat is ook niet in het belang van een katholieke volkspartij toen. Hè. Dat ging niet. Maar zo is het precies gelopen. Zo ben ik precies nauwkeurig in de politiek terechtgekomen. En daar ben ik ook ingebleven tot nu voor 14 jaar. Ja. En in wat voor Tweede Kamer kwam u toen? Ja, natuurlijk een heel andere Tweede Kamer als er op het ogenblik zich demonstreert. Ik was toen lid dus van de KVP en de fractie van de KVP stond onder leiding van de heer Romme. Romme heb ik dus, die was vanaf 46, meen ik, ja, 46 was die fractievoorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer. Een zeer streng heer, een man die enorm hard werkte, een man die van alles wat er gebeurde in de Kamer op de hoogte was, dus alle stukken goed bestudeerde en die tegen jongere Kamerleden zei, het eerste jaar moet je maar niet optreden, want dat is beter voor niet. Je moet eerst maar eens de sfeer proeven, wennen in die Kamer en jezelf wat beter thuis voelen. Dat is bij mij dan ook gegaan zo. Ik heb ook het eerste jaar praktisch helemaal niets ingebracht. Behouden dan, voor zover wij in de fractie, nou laat ik maar zeggen, als jonge leden van de Kamer en van de fractie durfden spreken, want Romme was natuurlijk een sterk overheersende figuur, terecht, want hij was bijzonder intelligent en bijzonder goed ingewerkt in alle stukken. En toen heb ik het tweede jaar mocht ik dan zelf een wetsontwerp behandelen. En dat was het wetsontwerp van de ondernemingsraden, wat mij dus erg aan het hart lag, omdat ik dus die verhouding in de sociale groeperingen dus altijd erg belangrijk gevonden heb, ook van jongs af aan. In 1952 wordt Van Tiel minister van het splinternieuwe departement van maatschappelijk werk. Dat ging niet vanzelf. Zijn partij had hem eerder gepasseerd voor het Kamerlidmaatschap, maar de machtige Romme was hem niet vergeten. Ik kreeg een briefje van de heer Romme
En die zei, ik vind het jammer dat je weggaat, want die was erop gesteld dat dus, wat ik dus de groep werkgevers mocht zijn, zei, ik vind het jammer dat je weggaat, maar het zal mij benieuwen, en dat vertel ik nu maar in vriendschap, het zal mij benieuwen of de politiek het je zal toelaten. Hij wist van niks, en ik wist van niks. En toen ik op vakantie zat in Katzand, kreeg ik een telegram van de heer Beel, of ik hem onmiddellijk op wilde bellen in Den Haag. En toen ben ik naar dat hotel gegaan, dat hotel De Schelde daar in Katzand, waar wij jaren met onze kinderen op vakantie gingen. En toen heeft hij, toen zei hij tegen mij, je moet minister van Maatschappelijk Werk worden. En wat dacht u op dat moment? Niks. Eigenlijk niks. Ik zei, ik laat me eens lachen, want ik denk er niet over. Dat was mijn eerste reactie natuurlijk. Ik was helemaal uit. Ik was helemaal uit de politiek, althans. Ik stond los van de politiek, omdat ik geen functie meer had. En toen zei Beel, die zei, wanneer kom je weer terug uit Katzand? Ik zei, nou, over 3 dagen, dan sluit ik mijn huis hier. Ik had geen huis, ik huurde huis. Heel leuk, ik zat er met vrienden nog na te praten, want de kinderen waren al weg vanwege de school. En toen zei hij, bel mij dan onmiddellijk als je terug bent. Dat heb ik gedaan. Toen zei hij tegen mij, kom je naar Den Haag toe? Toen ben ik naar Den Haag gegaan. En toen werd ik voor de keuze gesteld om het te doen, ja of nee. En toen heeft hij mij, toen heb ik tegen Beel gezegd, ik zeg, Louis, ik wil graag weten of ik het moet doen, ja of nee. En dan wil ik graag het oordeel van anderen hebben. Dus ik ben aan gaan vragen en informeren. De heer Romme heeft onder andere gezegd, dat moet je zeker doen. En zo zijn er nog enkele geweest die dat gezegd hebben, dat moet je zeker doen. En toen heeft Beel mij gezegd, denk er dan 2 dagen over na. Toen heb ik Beel gezegd, kom dan bij mij thuis. Praat dan met mijn vrouw samen. En praat dan met 2 goede vrienden van mij, meneer en mevrouw Rijmakers. En als die zeggen, als je weggaat, hij is na een uur weggegaan. En die hebben gezegd, ik vind hij het moet doen. Je kunt het tegenover de katholieke politiek niet laten. Mm-hmm. Nou, toen heb ik gezegd, dan is het goed. En toen ben ik naar de heer Drees gegaan. De heer Drees heeft mij dus officieel toen uitgenodigd. En toen kwam de publiciteit natuurlijk direct op mij af. Dat is heel begrijpelijk. Ja. En toen werd ik minister. Ik herinner me mijn eerste interview dat ik gezegd heb, ik heb geen zitvlees. Dat was heel merkwaardig, want ik moest de hele dag zitten. Ik zat van 's middags 1 uur tot 's avonds 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur. Ja, dus het ging altijd wel, maar het is me heel gauw. Ik had 1 groot voordeel, ik was niet roker geworden in 1954, toen ik minister was. Dus dat scheelt natuurlijk enorm, want ik zie nog voor me al die Kamerleden die achter het groene gordijn, het rookgordijn heet dat dan soms, die waren allemaal verdwenen om gauw even een sigaretje te gaan roken of een sigaretje op te steken. En dan weer om de hoek te kijken hoe ver het was en dan weer dat hoofd door de gordijnen. Ik heb het helemaal gevolgd natuurlijk, dat hele spektakel aan de kant van de voorzitter naar de Kamer toe. Erg leuk. Heeft ook zijn charme natuurlijk. Ik heb er erg veel plezier in. Een redelijk verzoek van een fractie tot een ministergerecht een redelijk verzoek is. Het Kamervoorzitterschap ging van Tiel gemakkelijk af. Met zijn losse, maar op een onverklaarbare wijze toch strakke manier van voorzitten, dwong hij bij links en bij rechts respect af. Echte moeilijkheden met partijen heb ik niet gehad. We hebben 1 keer een vervelende discussie gehad, toen de heer Koekoek een beledigende uitlating heeft gelaten tegenover de heer Zegering-Hadders. De heer Zegering-Hadders die er zelf niet bij was. Toen is er een motie in de Kamer gekomen van alle partijen tezamen, waar ik volstrekt mee akkoord ben gegaan. Die is ook aanvaard met 2 stemmen tegen. Dat waren de 2 stemmen die de heer Koekoek binnenbracht via zijn fractie. Ik noem dat niet omdat ik de heer Koekoek dat nu nog na wil dragen, op welke manier dan ook. Maar omdat dat een voorbeeld is van de eenheid die de Kamer dan kan doen. En de merkwaardige situatie is dus dat de belediging van een lid in de Kamer, al is het dan onder de dekmantel van de niet-verantwoordelijkheid, de niet-aansprakelijkheid, dat toch de Kamer dat kwalijk neemt dat dat gebeurt. Dat is een duidelijke demonstratie geweest. Voor alle duidelijkheid, wat had Koekoek gezegd? Nou, die had een belediging gezegd, iets over de oorlogsverleden van meneer Zegering-Hadders, geloof ik. Ik weet het niet heel precies meer, maar ongeveer, daar kwam het op neer. En toen is er dus een motie aanvaard door alle partijen, min de 2 leden van de groep Koekoek, van de fractie Koekoek, is dus door alle leden aanvaard om dat af te keuren. U was ook toch een beetje verantwoordelijk voor het niveau van de Kamer, hè? Van het naar buiten treden van die Kamer. Heeft u zich wel eens geërgerd in die rol, als mensen te lang praten of... Nou, ik heb wel eens een keer iemand gehad die helemaal niet wilde praten. Ja. Dat is 1 lid geweest die vroeg 5 minuten het woord om te zwijgen.
En toen heb ik gezegd dat het reglement van orde zegt, de voorzitter geeft het woord om te spreken aan de spreker en niet aan de zwijger. En toen is er een ander op de plaats gekomen. Dat was een aardige grap was dat. Hè? Dat was de jong, hè, van de middenstand. Nou, wie het dan was, dat weet u beter als ik dan. U herinnert het zich nog wel. Het was uw tijd van journalistiek in de Kamer waarschijnlijk. Hè? Ja. U zat zelf boven op de tribune, dus u weet het heel goed. Ja. Maar heeft u zich wel eens geërgerd ook aan de manier waarop de Kamer debatteerde? Of zegt u nee, nou... Nee. Niet debatteerde. Ik heb me wel eens geërgerd, ik heb een voorstel gedaan om een spreekverbod, een afleesverbod in te voeren in de Kamer. En dat is helaas mislukt. Maar dat betekent dat nummer 4 van de sprekers, die kwam dan aan het woord en die zei, meneer de voorzitter, op het ogenblik hebben we aan de orde stuk nummeren zoveel en zoveel, luidende zo en zo, handelen over dit en dat. Ja, dat zijn dingen die waren al 5 keer, al 3 keer gezegd dan. En dat was natuurlijk dwaas, maar dat was iemand, die had natuurlijk op de zaterdag of op de zondag voorafgaande dinsdag, waarin hij moest optreden, had hij een verhaal zitten schrijven. En helemaal geen rekening houden dat er nog mensen aan de vooraf gegaan waren. Dat gebeurde wel eens. En dat voorleesverbod is helaas mislukt. Er zijn wel enkele stemmen voor geweest, maar het is helaas mislukt. Het is niet gegaan. Ik had het in het reglement van orde willen opnemen. Dat mens sprak, u hebt modellen daar gehad. Schakel was een van de modellen daarvan. Bakker was een van de modellen daarvan. Die spraken met een stukje papier zo groot waar een paar punten op stonden. En die hele zijn stukken zo goed, allebei hun stukken zo goed bestudeerd hadden. Ik noem er 2, daar waren er nog meer. Hoor. Ik was er een zeer groot voorstander van, ja. Ik vind nog steeds dat de televisie mee moet luisteren en mee moet kijken. Omdat dan de publieke tribune die maar een zeer beperkt aantal plaatsen heeft. 50 plaatsen. Dus er kunnen 50 mensen van de 13 miljoen Nederlanders. Maar er kunnen misschien 1 miljoen Nederlanders meekijken naar de televisie. En dat is een verantwoording die als Tweede Kamerlid hoort af te leggen aan het Nederlandse volk ook. Want je bent door het Nederlandse volk gekozen. Als ik een brief zit te schrijven aan de minister, dan moet ik niet afgelezen worden door heel Nederland wat ik aan die minister zit te schrijven. Hè? Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik zal u een motie voorleggen waarin deze gedachte is neergelegd. De val van het kabinet Kals is te boek komen te staan als de nacht van Smeltzer. In de kleine uurtjes diende deze leider van de KVP een motie in die voor het kabinet onaanvaardbaar was. De motie werd aangenomen en dat betekende het einde van het kabinet. Die nacht is bijna zo beroemd geworden of berucht geworden, al naar gelang je het van die kant of van die kant wilt bekijken, dat het eigenlijk als model zou gaan staan voor het nachtelijk werk van de Kamer. Dat is natuurlijk niet waar. Wij zijn heus niet van 365 of van de 200 vergaderdagen, zijn we heus niet 180 dagen of 170 dagen of 160 dagen tot 2, 3, 4 uur doorgegaan. Ik ging wel eens door tot 12:30. Maar een uitzondering was het als het 3 uur werd of 4 uur werd. Dat zijn zeer, zeer uitzonderlijke dagen geweest hoor. Maar ik vond het wel nodig. En ik vond het ook nodig dat we toen doorgingen. Enfin, ik heb het al meermalen verklaard waarom ik dat gedaan heb. In overleg met de heer Kals, die minister-president was. En samen met de heer Vondeling tegenover mij aan tafel zat. En mij toen een briefje geschreven heeft waarin ik hem vroeg. Ik had hem een briefje geschreven waarin ik vroeg, moeten de leden morgen terugkomen en rekening mee houden? Waarop Kals mee geschreven heeft, doorgaan wat mij betreft, doorgaan. En toen heeft hij erbij geschreven, wie flauw valt, hij vallen flauw, zou Gerbrandy zeggen. Dat heeft Gerbrandy namelijk eens een keer in de Kamer gezegd. Biedt u thans de motie aan. Dat nachtelijk vergaderen mogen onvermijdelijk zijn geweest, de consequenties voor de Nederlandse politiek waren zo groot dat sommige waarnemers zich afvragen of het toch niet beter zou zijn geweest als de dames en heren politici op tijd naar bed waren gegaan.